Hallo. Hoi. Nou. Oh, je bent al aan het filmen. Ja. Ah. Hey mensen, top dat jullie weer kijken. Welkom bij deze nieuwe werkplaatsvlog. Hey, kijk eens, we hebben bezoek vandaag. Goeiedag. Ja, dat is Raymond. Die had mij gemaild, want die heeft namelijk een paar kozijnen voor ons bij. Ja, zeker, vier stuks. Twee grote, twee kleintjes. Ja, super. Ja, nou ja, geweldig, want we zijn natuurlijk met kantoor bezig en daar zo zit een raampje. En die valt er eigenlijk van ellende uit. Nou, dat komt goed uit, want die moet er dan toch uit. En we willen er eigenlijk nog een raam bij maken. Dus zodoende waren we eigenlijk op zoek naar een paar kozijnen. En je had ze overgehouden van een klusproject, hè? En ik heb ze bij me. Ik heb ze meegenomen voor je. Ja, super. Ik heb ze eruit gehaald en recycle, hè. Je kan ze weer gebruiken, hergebruiken. Ja, hoor, wij wel. Laten we even kijken. Ja, toch? Ja. Mitsubishi L200. Ja, die heb ik ook nog gehad, maar dat was niet zo'n chique. Dat was wel een beetje een oudere, ja. Kijk eens aan. Oké. Hey, super. Ja, toch? Ja, dat is mooi, toch? De hardhout zelfs. Hardhout, en je kan ze mooi op kiepstand zetten. En je kan ze nog een keertje. Oh. Ja, Tom. Mooi. Luxe raam, jongen. Ja. Kun je lekker bij het raam zitten. Inderdaad, ja. Ja, lekker, man. Komt dit ook met andere. Zo. Ja, joh. Kijk. Super. Ja, maar dit is fijn, hoor. Ja, toch? Mooi ook wel. Ik vind ze echt mooi, dit hier. Ja, ja, en gewoon dubbel glas en zo. Ja, dubbel glas alles gewoon. En weet je, het is als mooie ervan. Kijk, anders niemand wou ze hebben en dan kan ik ze wel duur verkopen. Maar weet je, dit is veel mooier. Ja, toch? Ja, jullie zijn er blij mee, toch? Ja, natuurlijk. Ja, zeker weten. Deze past zelfs in die sparing die daar zit. Ja. En dan moet er nog eentje erbij slijpen. Dus dat. Hey. Oh, joh. Er komt nog veel meer uit. Ik heb wat kantjes voor je. Ik wil het even een beetje aan de kant te zetten. Oh. Als je een kabeltje wil leggen. Zo. Dan hebben we nog een half kilometer kabel van internet. Oh, joh. Nou, we kunnen ons eigen internetnetwerk aanleggen, nou, hoor. Oh, joh. Kijk, deze is mooi. Dat is mooi om daar in de plek van het douchraampje te zetten, hé. Ja, twee. En die kunnen ook weer klappen, geloof ik. Ja. Die kleinere. Ja. Zo. Nou joh, dankjewel. Ja, gebeurt in de auto tegen die ding uit. Ja, ik zal deze vast aan het toedragen. Dat is weinig mee gebeuren. Oh, gaan we er nog in. Dat doet hem goed. Dit zit er nu op. Ja. Die laten we erop zitten. Ja. Hier ook gewoon met tussenkabeltjes. Hey joh. Altijd handig. Gouden kabels weer terugbrengen. Die had. Inderdaad, joh. Ik had al wat kabels gekocht, ja. Deze heb ik ook nog over voor je. Oh, kijk eens. Die klemmen. En nog van die pijpjes. Dan hebben we hier de switch. Nog een switch. Hier nog van die pijpjes. Dan hebben we hier de connector voor die kabel te maken. En die werkt echt gewoon heel makkelijk. Het werk op kleur. Wat je in de gaten moet houden is dat je de B van binnenlands in de gaten houdt. Je hebt A en B. Okay. Als je B in de gaten houdt, dan kan het eigenlijk niet meer misgaan. Maar ik zal eigenlijk wel even één keer laten zien hoe het werkt. Ja, dan is het echt appeltje eitje gewoon. Dus ik hoop dat je er blij mee bent. Ja, ja zo. Ja, zeker. Ja, super, hé. Dankjewel. Wat mooi spul allemaal, zeg. Dit kan je er ook gewoon bij houden, dus kun je gewoon je kabels gewoon allemaal testen. Dan kunnen ze gewoon dan... Ja, kunnen ze de boel gewoon testen. Ja. Werkt gewoon, batterijtje zit er als goed is allemaal in, dus kan zijn dat hij wel leeg is. Nee, zie, hij zit er gewoon in. Wijs je geigen zelf, ja. Die zit er gewoon in, dus dat is wel dan, super. Dan weet je, dan kun je even checken dat je niks verkeerd om aangesloten hebt, zo maar te zeggen. En ik heb ook van die doos erbij, maar erbij gedaan. Oh ja. Dus kun je die connectoren die hierin zitten, die komen hierin te vallen. En dan kan je met zijn UPT-kabel kan je naar de computer toe leiden of wij hem daarheen beleiden. Ja, om een heuse netwerk aanleggen daar. Mm-hmm. Ja, toch? Ja, super. Ja, kunnen we nou wel, ja. Dat dacht ik. Een netwerk aanleggen. Nou, ja, inderdaad, joh. Ik kan een boel computers bijzetten. En daarom. Kijk, met bak mag je het houden. Kijk, hey, ja nou. Zo, super. Hartstikke bedankt. Zo. Ho. Die er nog uit of niet? Ja, die... Jee. Een beetje roodjes erbij. Dat is super. Ja, maar dat komt helemaal goed. Ja, toch?
Ik heb mooi wegwerken zo, toch? Hé, hey, ik denk om dit te vieren laten we nog maar een bakje koffie doen dan. Ja, toch? Ja. Ja, dit is wat. Ik was al aan het kijken inderdaad voor... Als je op internet gaat kijken, betaal je gewoon voor dit setje wat er staat in, denk ik, 100 of 3,5. Gewoon ja. Als het op de hardhout is, dubbel glas erin. Dat wou ik zeggen, ja. Veel is allemaal kunststof en zo, hè? Ja. Een stukje toeren. Ja, diesel hè, dat vliegt gewoon, dat is gewoon zwevend hè. Ja joh, dat is goedkoop hè, die ja, wagen in Duitsland. Dat is echt gewoon... Hij vertelde net, je betaalt wegen belasting? 170 euro per jaar. Ja, ja per jaar. Ja. Ja. Ja Tom, dus als je erover weet om te verhuizen, dan kom naar Duitsland. Ik kan gewoon hè. Dat is gedaan hè. Ja, precies. Een flinksnoer voor hem. Arnhem kom ik eigenlijk Velp bij Arnhem, ligt naast Arnhem. Daar ben ik geboren en getogen. Ja, en dan wonen we in Duitsland. Weet je, eens een tanken liggen daar in de Rijn, in Arnhem, trouwens. Ja, dat ja, komt wel tegen daar. Dat denk ik. Ja, dat geloof ik, ja. Emiel, jij hebt die tempergraden de hele tijd. Nee. Ik moet een beetje assisteren. Doe dat, ga jij weer rijden? Ja, super bedankt. Wel thuis. Ja, zeker. Komt helemaal goed. Hartstikke bedankt. Nou. Zet het mes niet te diep in, want bovenop ligt het snoep. Kijk eens naar. Ja, nog een postvakpakketje. Even zien, ik zal ons even stroom. Ja, we stonden net even hier te kijken bij de... Ja, het hokje, hè? Om het zo maar te zeggen. En daarboven loopt die niet helemaal recht. Zie je? Daar zie je die sparing dat die daar eigenlijk ja, schuin zit. Nou kunnen daar lijkt een beetje bol. Ja, die gipsplaten kunnen daar wel opvangen. Dus zo ramp is het niet. En straks zijn die balken allemaal weg, dan zie je het ook niet meer. Maar ik zat na te denken, hoe kon het nou? En Bram die zei van ja, je had beter die balken tegen die... gewoon tegen die draagbalken kunnen maken. Dan was dat makkelijker geweest om het recht te houden natuurlijk. Dan zat ik na te denken, hoe kan dat nou, waarom komen ze nou ook weer zo uit? En dat komt omdat we die balken, die hebben hier tegen de bestaande muur van de wc gezet. Die hebben daar vastgemaakt aan deze muur, hè, die hier zit eigenlijk. Hè, die naar de buitenmuur toe gaat. Yeah. En toen kwamen we daar boven niet zo lekker uit, dus hebben we die balken uitgevuld. En deze die is eigenlijk getorst en dat komt weer door die balk die hier zo heel lelijk gevormd was. Dus hij zit hier, daar zit oh ja, die zat hier volgens mij. Ja, klopt. Ja. We hebben daar toen niet zoveel aandacht aan besteed meer, omdat er een verlaagd plafond in zou komen. Maar dat is nou niet, want we gaan het plafond toch hoger maken. Dus nou sluit ik daar niet zo lekker aan straks. Maar dat we lossen we op met een komt goed. Ja. Maar ja, dus een tip voor iemand die thuis klust. Zet dan die balken gewoon tegen een draagbalk die je al hebt. En dan bij die muur kun je hem gewoon uitvullen. Dan doe je gewoon planken tussen en vult het gewoon uit. Dat is een stuk makkelijker natuurlijk. Ja. Het is ook altijd achteraf. Hè? Ik zei in vorige video ook al te bouwen, doe je 2 keer of 3 keer. Maar deze balken zijn natuurlijk ook nooit 100% recht. Maar als je toch in de renovatie bezig bent, dan kun je af en toe beter van je bestaande werk uitgaan. En daarop een beetje aanpassen, want heel krom zal het ook niet lopen. Maar dan kun je daar gewoon makkelijk tegenaan werken. En dan heb je eigenlijk gewoon gelijk een soort vaste maat waar je gewoon makkelijk vanuit kan gaan werken. Ja, dus Bram is aan van ja, achteraf praten zal het makkelijk zijn. Ja, maar dat is nou eigenlijk wel interessant om toch even te vertellen in de video. Want dat is voor degene die dit nou zitten te kijken en denken ik ga thuis ook iets klussen. Dan is het inderdaad handig om ja, gewoon te kijken wat voor balken er al zijn en daar naartoe werken. En door zo'n muur... je kunt daar die balken gewoon uitvullen. Dat maakt eigenlijk toch niet uit. Dan is die muur daar wat dikker. Maar dat is een stuk eenvoudiger natuurlijk. Dan dat je het op een andere manier gaat oplossen zoals dit. Ja, oké. Okay.
als we met een hele plaat bovenaan beginnen, dan gaan we wel in één keer over die leiding heen en zo. Dan is dat wel gewoon een sterk geheel. Dan heb je niet dat hij daar... Ja, op die manier, ja. Gaat. En dan hebben we de naad van de platen, die zit gewoon mooi in de liggers daar beneden. Op de onderkant. Ja, dat kan zo, ook. Nou ja, dus, ja. Maar zoveel, we kunnen het toch nauwkeurig zagen. Als we die plaat er bovenin zetten, dan meten we dat. En dan pakken we een centimeter, want we zetten hem iets van de grond af, toch? Dat heb ik daar ook gedaan bij die... Ja, beter. Ja, want nogmaals, dit is nog steeds niet de afwerklaag. Dit is eigenlijk gewoon het frame waar je straks de afwerklaag tegenaan gaat bevestigen. Ja, straks met de gipsplaten maakt het niet uit. Nee. Dan kun je inderdaad gewoon beginnen waar je wil. Want dan zit daar het MDF al. Ja. Alright, gaan we dat gewoon zo doen. Man. Zie je? Zou ik bijna vergeten, maar ik had nog spulletjes besteld bij Indy. Laten we kijken. Oeh. Ja. Kijk nou. Er zijn nog meer mensen die die doosjes in de buurt van hun laswerk laten staan. Dit heb ik niet gedaan. Gelukkig zijn het sterke doosjes, ze kunnen veel hebben. Oeh. Hey, diamantschijf. Oh. Meer gaten in de muur slijpen. Dat zou hiermee moeten kunnen. Ik denk dat dit een goede is. En? Oeh. Ja. Chique gatenzaak. Ik had dus zo'n goedkoop ding van de bouwmarkt. Met allemaal van die blikken ringetjes erin, die je dan waar allerlei gatzagen in passen. Maar dat is zo'n flimsy frutting. En nou hebben we gewoon een serieus knaap. Nou, buiten even, of binnen even openmaken. Er zit een tijgripje. En? Ah, wat is dat? Een paar nieuwe Torx bitjes, want die waren kapot. Zo joh, het is... Hikoki-dag. Ja, het is Hikoki-dag vandaag. Hoi, ik ben daar. Ik ben kist. Ja, ik denk dat we nou gesteld zijn. Kijk eens. Die klauwen niet kapot. Yep. Oh, jongen, dat is echt heel leuk. Wat zit er in haar? Het is een veer. Er zit geen harde kern in. Gaat hij daar wel? Ja. Een beetje mee duwen als het kan. Ja, ik strijk hem steeds recht en dan hou ik hem een beetje mee erin. Ja, dit is nou wel. Rustig aan trekken, dat is wel. Ja, maar daar zit geen harde kern. Oh. Nou. Ik kan het zo even proberen, want we hebben zo deze weer teruggetrokken. Ik denk wel dat dit lukt. Ja, niet ik dacht misschien, ik weet niet. Jij gewoon die pijp kruipt en dan achter je aan. Die wil ik haakjes hebben. Zo. Oh, no. Weet je nog niks, hè? Oké. Nou, mooi. Ik heb er ook een zaagje te kopen, kantenstukje af. Ik was zo fijn aan het zagen. Een beetje hobby, hè? Hey, kijk eens onder te proppen. Ja. Mooi maat gezaagd.
pizza bestelling. Ja, hi hoor, hi. Zo. Ja. Maak die gewoon even. Kijk, hup. Ja, dit is echt de makkelijkste manier, vind ik. Ik heb toch een flink liggen hier. Ja hoor. En dan maar even hoek zo, hè. En boven zo. Ja. Ja. Dan nou deze nog maar achter die ballen door naar die andere ruimte. De kabel. Ja. Dus dat zal wel lukken. Alleen. Ja, maar je moet hier al dichtbij. Dus deze die. Laten we gewoon overheen drukken, denk ik, over die, ja, joh. Die leidingen. Ja. Of waar daar gewoon een paar band. Overleemd en daar moeten we hem dan weer even los inmeten, schijven op de zijmuur. Dan heb je gewoon, je moet hem gewoon net even op dan de andere kant vastschroeven. Dan zeker door de kabels schroeven, ja. Juist. Maar het is weer een goede tip hier die Bram heeft. Hij zegt dat ze dadelijk daar die MDF-platen tegen zetten. Dan geven we gelijk op de MDF-platen aan waar de leidingen en stroomkabels zitten. Dan weten we dat straks als we het gips tegen aanschroeven. Precies zo. Die is voor helemaal voor in die hoek of niet, Bram, daar? Nee.
Ja, moet oh nee, past precies. Past ja. Precies, dan komt hier precies op de hart uit. Nou. Ja, ze rond klaargelegd. Oh. Maar die waren jullie vergeten, denk ik. Laat liggen. Nee, ik kan ze nou natuurlijk wel meenemen. Oké. Okay. Ja, je komt toch wel terug, want je zaagmachine is nog hier. Ja. Komt toch wel terug, want je zaagmachine is nog hier. Ja, daarom. Nee, maar ik kom er niet, als kijken, hier is het al thuis. Ik ging deze ochtend weg. En je hebt niks van op de dingen zetten, hè? Oh! Huh? Kijk. Hoe werkt dat? Nou, ah, we zeggen, hij past er toch zeker wel in. Ha! Best met twee handen vasthouden, jongen. Zo, hebben ze. Dat ruikt een beetje gebakken. Die moet dan daar eigenlijk doorheen passen. Ja, dat past net niet, zie je dat? Daar past die strak vast in. Nog niet. Hey, kijk eens. Je moet gewoon dat buisje even wegklappen. Het sleutelgat. Ja, mooi hè. Hey. Kijk, maar nou kan hij gewoon zo zitten. Als ik hier een snip eraf halen, dan is hij gewoon. Zit hij niet zo strak vast. Jammer dat hij net niet een tikje groter was, die gatenzaag. Maar. Kijk. Nou is perfect. Zo moet je goed komen. Ja, en daar komen dan die vingertjes in, dan schroef hem gewoon vast. Dan zit hij goed. Koppelstukjes. Die kunnen dan weer hierin. Dus eruit. Ja, verdorie zeg. Passen die nou in hier, of hè? Zo dus. Je kunt hem gewoon hierin. Je hebt deze dingen niet nodig. Houdoe. Weg hem. Zo. Klik, klik, klak. Nou, dan schroef hem wel gewoon vast. Kijk. Die eventjes daar zo. En dan... Ja. Ik weet niet ook nog een beetje gaan. Maar we ongeveer hebben. Ja, net zo als die andere, hè? Dat die ongeveer. Dan zou ik misschien voor de zekerheid wel naar deze kant laten uitkomen. Want hier zit weer mee waterleiding. Ja, ja. Dat... Oké, okay, snij hem hier ongeveer af. Ja, als jij je duim erbij uit. Ja. Zo. Oh ja, natuurlijk. Dan moeten we eens een dammetje doorsteken, ja, dat was het. Een beetje royaal geweest met de draad, maar ja, beter iets te veel dan te weinig.
met hem. Hij is opeens weg. Oh, slordig hè. Hoppa. Ik ben hem al zo. Hij is best breed, die dat stuk wel. Maar ja, goed, maakt niet uit. Perfect. Zo. Ding draait de pols eraf. Ja. Dus. Hey. Zo. Ja. De accu bijna leeg, denk ik. Zo. Ah, oh, mijn vinger, mijn vinger, mijn vinger. Zo. Nadeel met die machientjes, dit is dan natuurlijk niet de beste variant, maar er zit een inbus sluiting op. En als die een beetje los komt te zitten naar de rand die je aan het zagen bent, dan heeft de blad speling. Dan draait hij door, dus dan draait hij niet meer soepel. Ja, ja. Dan gaat hij klapperen ook een beetje. Ja, dan slaat hij dus vast wat we net zagen. Ah. Maar die moeten we dan ook weer even naar boven toe zetten helemaal. Ja, uitsleutel. Oh ja. Perfect. Blijft hij al hangen, hè? 160. 57. Recht van de minste weerstand.
passen. Als ik dat goed gemeten heb. Oh, nou. Ja, is het antwoord. Toch? Best wel. Het is nog echt maar één. Zit er bijna in, Bram? Jazeker! Lekker, man! Ja! Ja, super! Fijn dat je mee geholpen hebt, want dit zou wel best wel meters kunnen maken zo. Ja, productieve dag. Ja. Werkelijk, maar... Ja, dat wel, maar dit is nou goed. Ja, en natuurlijk Raymond die vandaag is langs geweest, die ramen heeft gebracht natuurlijk. Dat is ook wel super top. Flink stuk voor gereden ook, dus daar ben ik hem ook wel dankbaar voor inderdaad. Kunnen we daar mooi de kozijn erin gaan slijpen. Het schijfje ligt er al klaar voor, dus ik kan nog even verder knutselen. Ja, je hebt weer groot kawaii dan, Bram. Ja, ja, binnenkort gaan we aan het werk. Vakantie zit erop. Ai! Dus, huilen! Nee, ja. lekker er tegenaan. Groot project op de planning staan, appartementen en ja. Ja, je neemt de grote projecten aan, hè? Ja, 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 gewoon... Dus Bram wil geen reclame maken, want hij het werk zat. Maar als je nou echt een groot project hebt... Luxe moeten moet erbij... Reclame daar. Neem je moment. Ja. Dus, maar niet komen bellen voor een halletje of een keukentje stukje. Dat gewoon een groot project. Jij is gewoon een mooie pomp en zo, hè? Flink geïnvesteerd ook wel. Ja, zeker, zeker. Nee, was ook leuk ook. En het is ook mooi om leuk werk te mogen maken. Maar dit is ook mooi, man. Gewoon eens even weer de andere kant. Lekker een beetje hobbyen gewoon. En, Het is voor jou wel mooi natuurlijk om een beetje tot inzicht te komen waar de mensen die voor jou komen normaal mee struggelen, om het zo maar te zeggen. Ja, ja, zeker weten, ja. Nee, daarom ook gewoon leuk om een keer mee te maken. En wat je zegt, daar leer je ook weer wat bij. Hè. Voor mij is het ook allemaal een beetje nieuw. Dus. Ja, maar je zit al lang in de bouw, dus het is voor jou wel... Je kent de theorie en je weet hoe het in zijn werk gaat. Maar theorie en praktijk, dat zijn altijd wel twee... verschillende dingen. Je merkt dan toch met zagen en met timmeren, jongens die dat dagelijks doen, die zijn een stuk vlotter mee weg dan als je elke dag met een spaan in je handen staat. Daar kan ik zo heel veel over vertellen. Ja, dat wil ik ook zeggen, want dat is ook iets, dat kun je niet uit het boekje leren. Dan moet je gewoon, dat is gewoon meters maken. Dat is wel mooi, ja. Met je handen werken, of je nog sleutelt aan tanks en andere dingen. Of je staat de hele dagen wandjes strak te stukken. Dat heeft gewoon meters maken, is letterlijk gewoon dingen doen en ervaring opdoen, het beste. Ja, maar er zijn echt van die dingen, net als lasser bijvoorbeeld, hè? Dat is ook zoiets, je kan wel een lasje leggen en weten hoe het werkt, maar echt mooi lassen, echt goed lassen, ja, dat is ook iets, dat moet je gewoon heel veel doen, gewoon uren maken, meets maken, met stukken natuurlijk zo, met metselen en allerlei van dat soort ambachten eigenlijk, die best wel ondergewaardeerd zijn wel, hoor. Dat mensen niet snappen, dan denken ze, oh, dat is toch niet moeilijk, doe gewoon zo, en die kijken eens even twee films op YouTube en dan weten ze precies hoe het werkt, en dan, zo werkt dat dus niet, dat is echt gewoon elke dag doen, en als je de dan moet je gewoon
ja, echt oefenen. En dan kun je het er ook heel gemakkelijk uit laten zien. Ja, ja, dat is waar. Ja. Dus ja, als ik naar jou kijk hoe jij je motor uit elkaar haalt, ja, dat is niet dat ik dat ook naar twee keer kan, snap je? Omdat ik jouw filmpje... Ah, uit elkaar haalt? Ja. Dan moeten er niet allemaal van die lullige moeren in zitten, waar je allemaal speciaal sleutels voor moet maken. Ja, ik moet nog eerst zeggen, sloopwerk, daar ligt mij wel. Ja, ook, ja, dat ging gisteren allemaal wel vlot, maar ja... Slopen, daar begint alles mee. Ja. Je moet eerst dingen uit elkaar halen om te weten hoe het in elkaar zit. Dus dat is prima. Ja. Dingen slopen is goed. Ja. Hey, dat was het. Je krijgt nog sokken van ons ook, hè? Sokken? Ja, dat is ik al een paard. Ja, die fancy pants en shot. Ja, sokken, jullie paard heeft het al gehad, dus... Goud. Hey, ja mensen, jullie allemaal hartstikke bedankt voor het kijken naar deze video. En ik zou zeggen, tot de volgende!